de betonnen rand die komt er al omheen. Ja, ja. Dan leg je er alweer. Oh, wauw. Oh, wauw. Ga fietsen stelen. Ga fietsen stelen. Goedemiddag, lieve vrienden. Een hele, hele goede middag zelfs. Ja, het is een beetje vreemd weer. Zonnig, triest, grijs. Maar ja, we zouden vandaag ook onweer krijgen. Was gisteren beloofd. Maar ja, oké, maakt allemaal niet uit. Ik ga zo met de meisjes lopen. Vanmiddag, hoe laat? Weet ik niet. Komt Karin en Roderick weer met naaiwerk voor mij. Voor hun overgordijnen. Dat ik dat weer aan elkaar vast kan zetten. Maar het komt allemaal wel goed. Ik vergeet jullie weer om weer jullie welkom bij een nieuwe vlog te moeten wezen van Corina en de Beestenboel. Want ja, daar zijn jullie weer aanbeland, hè? Ja. Helemaal gezellig, helemaal top, helemaal geweldig. Ja. Dus ik zou zeggen, geniet met mij mee, maar geniet ook met wat jullie doen. Maar ja, doe wat je doen moet. Ja, maar blijf genieten en geniet vooral ook met ons mee. En we zijn weer bij de walbeschoeiing en kijk, de betonnen rand die komt er al omheen. Ja, ja, dan leg je er al vier. Dus ja, helemaal toppie. Geweldig. En het komt er heel mooi uit te zien zoals jullie al wel weten. Ook langs die kant wordt het helemaal zo gedaan. Nou ja, ik vind het helemaal geweldig. Ja. Dus ja, toppie helemaal, of niet dan? Gaat goed komen. Ja, zie wel, toppie. Toppie, ja. Duim omhoog. Duim omhoog. Juist, ja. Lieve vrienden, de diertjes leggen hier in diepe rust. Lekker te slapen. Heerlijk rustig. Ik heb in die tussentijd een vlog in elkaar gezet. Een hele leuke, grappige vlog, althans. Ja, het bestaat uit foto's met één filmpje. En dat heb ik op 10 augustus gemaakt, samen met Jan van Dam. De normale vlog, die staat er al. Toen waren we de Juttertjesmarkt op geweest. We hebben een terrasje geparkt. Dus ja, die hebben jullie ook al gezien. Maar deze hebben we thuis gewoon een beetje in elkaar gezet. Jan die wist niet wat echt Snapchat was. Ik heb het hem laten zien. En dan vond het leuk, dus ja, heb ik daar nou een filmpje, een vlog van gemaakt. Duurt ook niet zo lang, dat is ook helemaal niet nodig, maar het is wel leuk om even te kijken. Dus ja, hij is al klaar, ik kan hem naar YouTube brengen, dus ik zal hem zo meteen in gaan plannen. En ik zit ook nog steeds te wachten op Karin en Roderick, ja, wanneer die komen, Joost mag het weten. Ze hebben nog niet geappt of wat dan ook, van dat ze er al aankwamen of zoiets, ik weet nog van niks. Ik hoor alleen nog wel iets in de mand heen en weer gaan. Rijka. 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 Nee. Denk je, bekijk het maar. Kijk lekker niet. Hoeft ook niet. En daar ligt er eentje. Hey. Oh. Ja, ik heb de deur nou op een kleinere kier, zodat ze er niet uit kunnen, want iedere keer vloog ze me naar buiten en dan de bekje open gooien. Nou, dat is niet nodig. En ik had knallende koppijn op dat moment. Het is nou aardig gezakt, maar op dat moment kon ik het even niet hebben. Ik denk, daar binnen jullie. En daarbij, het is een heel eind frisser geworden, want het is grijs, grauw en triest. En er zit onweer in de lucht, maar of dat gaat komen, weet ik ook niet. Dat wachten we allemaal lekker af. En ik ga nu weer verder met mijn werk. Ah, dan. Hoi. Nog een beetje. Daar. Hoi. Negeren, hè? Net doen alsof ze er niet zijn. Wat blijft me dan? Die komt met een verrassing. Oh, mag ik niet kijken? Nou, dan kijk ik naar jou. Dag, lieve schoonzoon. Ik verga van de hoofdpijn. Nou, dan ga ik.
dat even uitdoen. Moet je kijken hier, hoor. Dit is leuk. Heb ik, nu wel. Ondanks dat ik film, weet niet wat ik film. Roderick, let even op. Let jij even hier aan deze kant erop, Roderick. Of ik goed film. Want ik heb mijn ogen dicht. Nee hoor. Ik zie niks. Ik zie niks, dat is jammer. Nee. Een beetje weer naar beneden richten. Een beetje nog. Dat is wat er staat. U mag nu uw ogen open doen. Oh wauw! Oh wauw, ga fietsen stelen! Ga fietsen stelen! Kan ik hem pakken? Ja! Oh! Kijk eens, lieve vrienden, wauw! Dat was dat witte ding wat ik gevonden had. Wow! Wat geweldig, wat is die mooi! Oh, geweldig! Het is eigenlijk een fruitmand, is mij verteld. Oké. Wat ze bij die sheiken hebben, weet je wel, met die druiven erin allemaal. Ja. Dat is mij verteld. Echt schitterend. Dank je wel, mijn lieve schat. Alsjeblieft. Ik ben er super blij mee. Dat dacht ik. Alsjeblieft. Dank je wel. Ja, die zijn ook weer blij door het dolle heen dat jullie er zijn. Ja, dat is zo. Lieve vrienden, ja, Karin en Roderick die zijn dus even geweest. Ik heb de gordijnen alweer in elkaar genaaid. Ja, alleen nog bij de band wou mijn naaimachine er niet doorheen. En onder bij het zoompje wou die er ook niet doorheen. Ja, het is ook wel een oud apparaatje. Ondanks ben ik er wel blij mee hoor, maar hij is al oud en de motor zal ook wel niet al te sterk mee wezen. Dus ja, ik kan er ook niks aan doen. En geld voor een nieuwe hek ook niet, maar ik zal toch die van mijn moeder wel eens een keer uit gaan proberen. En die is toch wel weer wat nieuwer dan die van mij, ondanks dat het ook al het oude is natuurlijk, want mijn moeder leeft ook niet meer. Maar in ieder geval, ik ga nou de dames uitlaten. Ja, ik heb zelf de gordel om. Dus ja, hè, dan gaan we lekker even weer lopen. Want Karin en Roderick die zijn alweer weg. Dus ja, misschien dat Karin morgen weer even zie. Maar ze had nu behoorlijk veel pijn. Dus ja, dat dus. Maar oké, we gaan er vandoor. En ik zou zeggen, misschien onderweg. Maar anders gewoon weer tot straks. Ja, je weet het niet met mij.